Goedemorgen jongens en meisjes. We gaan vandaag les 9 van blok 7 maken. Les 9 begint op bladzijde 25. Het is weer een les waarbij we gaan toepassen. Dat betekent dat dit een stukje herhaling is, maar dat we dingen gaan doen met wat we al hebben geleerd. Dus bijvoorbeeld, we hebben al geleerd over geld, dus nu gaan we opdrachten maken die daarmee te maken hebben. En we hebben al geleerd over klokken, dus we gaan ook daar opdrachten over maken. Deze opdrachten zijn al wat langer geleden een keertje aan bod gekomen, dus misschien moet je wel weer even goed nadenken hoe ging het ook alweer. We maken vandaag met de maantjes de hele les. En bij de zonnetjes, die hoeven alleen maar opdracht 3, opdracht 4, opdracht 5, opdracht 7 en opdracht 8 te maken. Opdracht 3 en 4, zonnetjes, die moeten jullie maken en de andere kinderen ook. En dat zijn weer van die verhaaltjes sommen. Eigenlijk een beetje om te oefenen voor de CITO-toets straks weer aan het einde van het schooljaar. Daar ga ik nu mee beginnen, zodat de zonnetjes ook lekker kunnen beginnen en daarna aan het werk kunnen. Ik ga even een beetje inzoomen, zodat jullie de opdrachten weer goed kunnen zien met het plaatje erbij. En we beginnen dus bij opdracht 3. Let op, want ik wil dat je op dit lijntje niet alleen het antwoord schrijft, maar ook het sommetje dat je in je hoofd hebt gemaakt. De eerste som is, luister goed. Sophie heeft 2 goudvissen en vult het aquarium. Er zit 5 liter water in. Ze doet er met een gieter nog 5 liter in. En daarna doet ze er nog eens 5 liter in. Hoeveel liter zit er nu in het aquarium? Dus, Sophie heeft 2 goudvissen en vult het aquarium. Er zit 5 liter water in. Ze doet er met een gieter nog 5 liter bij. Hierna doet ze er nog eens 5 liter in. Hoeveel liter zit er in het aquarium? Dan ga ik naar verhaaltje som 4. Ga ik te snel, kun je hem even op pauze zetten. Verhaaltje som 4, daar zie ik een zak met knikkers. Luister goed en ook hier is het weer de bedoeling dat je het hele sommetje opschrijft en dus niet alleen het antwoord. Luister goed. Brandon speelt met knikkers. Hij heeft er 6 gewonnen. Nu heeft Brandon 15 knikkers. Met hoeveel knikkers is Brandon begonnen? Brandon speelt met knikkers. Hij heeft er 6 gewonnen. Nu heeft Brandon 15 knikkers. Met hoeveel knikkers is Brandon begonnen? Oké. Dan ga ik verder met opdracht 5, 7 en 8 om deze uit te leggen aan de zonnetjes. Maar ook de maantjes moeten goed opletten, want die moeten deze opdrachten, in ieder geval 5, zometeen ook maken. Bij opdracht 5 zie je een grote tabel. En in deze tabel staan kippen met eieren. Hoeveel eieren zijn er gelegd? Het is belangrijk dat je hier goed leest wat er staat. Er staat namelijk dat de kip Clara heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eieren gelegd. Kip Corrie heeft er dus 5 gelegd. In de eerste week. In week 2 is dat weer anders. En in week 3 ook. Wat je nu gaat doen, je leest wat er staat. In week 1 hebben Clara en Connie samen... Hey, als het woordje samen in een verhaaltje staat, of als je hoort, hè, het woordje samen hoort in zo'n voorleessom, dan weet je eigenlijk, ik moet een optelsom maken. Want als ik iets samen doe, dan doe ik het bij elkaar en doe ik dus erbij. In week 1 hebben Clara en Corrie samen puntje puntje eieren gelegd. Ik moet dus gaan kijken in week 1. Hoeveel eieren heeft Clara gelegd? Hoeveel eieren heeft Corrie gelegd? En hoeveel zijn dat er samen? En dat vul je in op de puntjes.
Bij de tweede staat ook, in week 2 hebben Clara en Corrie samen puntje puntje eieren gelegd. Nou, dan moet je natuurlijk kijken bij week 2. Hoeveel eieren heeft Clara gelegd? Hoeveel eieren heeft Corrie gelegd? En hoeveel zijn dat er samen? Dan is er nog een zin en die gaat over week 3. Daar moet je weer precies hetzelfde doen. Dan staan er nog 2 zinnen onder. In week puntje, puntje, puntje hebben Clara en Corrie evenveel eieren gelegd. Dan ga je kijken in welke week hebben Clara en Corrie evenveel eieren gelegd. Je moet dan het nummer invullen van de week, niet het aantal eieren. En het laatste, in totaal heeft kip puntje, puntje, puntje de meeste eieren gelegd. Dan ga je kijken, heeft Clara in die 3 weken samen meer eieren gelegd of heeft Corrie misschien meer eieren gelegd? Deze opdracht is ook belangrijk voor de zonnetjes. Dan sla ik nu even opdracht 6 over en ga ik eerst opdracht 7 en 8 uitleggen. Bij opdracht 7, tel op en vul in. Tel de getallen op de eieren met dezelfde kleur bij elkaar op. Dus alle eieren die rood zijn, dat wordt dan 2, er bij 2, er bij 5, er bij 3, er bij 6, er bij 1. Dat vul je in het vakje van rood. Daarna ga je kijken naar geel. En kijk je 9 en 10. Hoeveel zijn dat er samen? En zo doe je dat ook voor groen, paars en blauw. En opdracht 8 zonnetjes. Tel op en teken de stippen. Er staat hierboven samen 12. Dat betekent dat deze 3 dobbelstenen samen 12 moeten zijn. Er ligt al 3 en 4. Dat is samen 7. Je gaat kijken hoeveel kom ik dan tekort om 12 te maken. Die stippen teken je in dat dobbelsteentje. Kijk maar, teken de stippen in de lege dobbelsteen. Ben je klaar, kun je weer met je extra werk aan de slag. De zonnetjes kunnen nu gaan beginnen. De maantjes, ik ga nu weer even terug naar opdracht 1 en 2, want die heb ik nog niet uitgelegd. Bij opdracht 1 staat geld. Er staat hier een briefje van 10 en een muntje van 1. En hier staan de bedragen. Ik moet gaan kijken welk geld heb ik nodig om 12 euro te betalen. Als ik iets wil kopen van 12 euro... kan ik dat doen met 1 briefje van 10 euro en 2 muntjes van 2 euro. Daarna ga je kijken naar 18 euro. Kan je daarmee betalen met een briefje van 10 of is dat te veel? Als dat kan, schrijf je er een 1. Misschien kan je wel 2 briefjes van 10 gebruiken. Als dat kan, schrijf je daar een 2. En je kijkt nog hoeveel losse euro's heb ik nodig. Bij de tweede tabel is het precies andersom. Er staat hier, ik heb 1 briefje van 10 euro in mijn spaarpot en 4 muntjes van 1 euro. Dat is samen 14 euro. Je gaat hier kijken, als je 1 briefje van 10 euro hebt en 9 muntjes van 1 euro, hoeveel euro heb je dan in je spaarpot? Opdracht 2. Teken de wijzers. En weten jullie nog, jongens en meisjes, we hebben op school een voorbeeldklok. En die voorbeeldklok die heeft een grote wijzer en die is blauw. En een kleine wijzer en die is rood. Als je deze opdracht gaat maken en je hebt ook een... Schrijf ik het fout. Als je deze opdracht gaat maken en je hebt ook een rood potlood en een blauw potlood, dan zou het fijn zijn als je die voor deze opdrachten gebruikt. Er staat boven, teken de wijzers, steeds 2 uur later. We beginnen hier om 4:30. Dat kan ik zien doordat de kleine wijzer tussen de 4 en de 5 in staat. Hij is dus op weg van 4 uur naar 5 uur. De grote wijzer staat helemaal onderaan op de 6. Dat is een half rondje. Dus ik weet, we zijn nu op de helft voordat het 5 uur is. Dan is het dus 4:30. We gaan de klok 2 uur verder draaien. Dus
Je hebt de grote wijzer. Als je die een heel rondje draait, komt die weer beneden uit. Nog een heel rondje, komt die weer beneden uit. Dus bij de volgende klok moet in ieder geval de grote wijzer weer naar beneden wijzen. Als ik dan ga nadenken wat moet er met de kleine wijzer gebeuren. Hij stond tussen de 4 en de 5. Hij moet 2 uur later. Dus 1 uur later is tussen de 5 en de 6. En nog een uur later is tussen de 6 en de 7. Dan ga ik kijken hoe laat is dat dan. Dat is 6:30. Je kunt het ook andersom doen. Door bijvoorbeeld eerst te denken hoe laat is het hier. Het is hier 5:30. 1 uur later is 6:30 en nog een uur later is 6:30. En dan pas de tijd gaan tekenen. Dat kun je ook doen. Hier hebben we weer een blauwe klok en daar staat dat het... Hoe laat is het hier, jongens? Denk er even over na. De grote wijzer staat naar boven, dat betekent een heel uur. De kleine wijzer wijst naar de 11, dat betekent dat het 11 uur is. En ook hier moet ik de klok weer 2 uur later zetten. Oeh, dit is wel een lastige. Want als ik van 11 uur de klok 1 uur later zet, is het 12 uur. En wat komt er dan daarna als ik hem nog een uur verder draai? Ook hier mag je weer van die kleurtjes gebruik maken als je de klok invult. Bij de tweede rij staat steeds 2 uur eerder. Dus hierboven bij de blauwe klokker hebben we steeds verder moeten tellen, hè? Dus 2 uur later. Bij de onderste rij moet je juist 2 uur eerder. Dan moet ik alleen opdracht 6 nog uitleggen. Meet de lijnen. Pak een liniaal thuis en ga meten hoeveel centimeter de lijn is. Kijk goed, deze lijn is 1 centimeter. Deze is al voorgedaan. Als je er een liniaal onder legt, dan heb je daar 2 centimeter. Ik pak er even deze liniaal bij. Het is belangrijk als je een lijn gaat meten dat je zorgt dat het begin van de lijn precies gelijk ligt met de nul op je liniaal. Want dan pas kun je goed zien hoeveel centimeter de lijn is. En hier zie je, hij eindigt bij de 2. Ik kan het hier ook nog een keertje laten zien. Je begint de lijn precies bij de 0 en je kijkt waar die eindigt. Dat is hier bij de 1. Ben je nou al snel klaar met deze opdrachten en ben je toch een maandje, maar vond je het een makkelijke les, kan je ook opdracht 7 en 8 nog maken. Of je gaat aan de slag met rekentuin, junior Einstein kun je nog doen. Dus er is van alles te doen. Heel veel succes met de rekenles!